naar deze update video. Laat mij even onder in de reacties weten wat je ervan vindt. En heel veel plezier met kijken. Doei! Het is woensdag. Sorry, goed begin. Het is woensdag, update dag. Maar als ik dit opneem, dit stukje video is dus niet woensdag. Het is maandag. Want ik heb de update van 2 weken terug met Pistache. Die heb ik niet gedaan nog. En ik heb gelezen dat woensdag de nieuwe update met Pistache te maken heeft. Dus ik dacht, weet je, ik moet even voorwerken. Anders kan ik woensdag de update video niet maken. Zo simpel is dat. Dus nu, het is maandag. Het is, even kijken hoe laat het is. 9:30. En ik ben er weer moe. En ik hoop dat jullie me een beetje horen. Dat je me een beetje goed hoort. Geen idee. Dat stond in de reacties onder de laatste video. Stond fix je microfooninstellingen. Oké, nou, dat heb ik geprobeerd. Dus we gaan het even zien of dit goed is gelukt. Ik heb Dayway gepakt. Gewoon een Jorvik warmbloed. Want ik vind hem leuk. Dus ik denk, nou, het is wat anders dan een vries die ik altijd meeneem. En dan gaan we nou eens even naar buiten. En dan gaan we even Pistache bekijken. Oké. Okay. Let's go. Die stond ergens daar of zo. Ik weet niet meer zo waar die eigenlijk stond. Ga gewoon naar dat uitroepteken. Boom. Oh, sorry. Sorry, baardje. Je hoort een SMS-berichtje binnenkomen. I know, sorry. Dat gaat gewoon door. Ik heb mijn telefoon niet op uitstaan. Waar ben jij? Oh, mijn hemel. Oh, daar. Gewoon per ongeluk in één keer goed gelopen. Oké, Pistache, ga mij eens even vertellen wat ik moet doen. Ik zou graag even kletsen, maar ik weet niet meer waar ik mijn pistachenoten heb gelaten. Oh, dat is niet handig om ze kwijt te raken. Hebben jullie wel eens pistachenoten gegeten? Dat is best lekker. Leuk om je te zien. Leuk om je te zien, wie zijn jullie ook alweer? Oké. Ah, ik vind hem echt heel leuk. Echt heel leuk. Ja. Zo, ik heb ook een kopje koffie bij de computer. Niet verder vertellen. Niet vertellen dat ik een kopje koffie heb bij de computer. Ik ben een beetje een kluns namelijk. Ik laat veel dingen vallen en zo. Een koffie over je toetsenbord zou op zich niet zo'n handig idee zijn. Ik zet hem even weg. Oké, we gaan eens even kijken wat we moeten gaan doen. Zou je een eekhoorn willen helpen? Tuurlijk wil ik helpen. Ik moet nog wat dingen van de markt zoeken. Paddels, stoelen, bloemen, bladeren, dat soort dingen. Natuursoep. Oké. Oké. Jee. Oké. Natuursoep. Natuursoep. Oh, dat is dat. Kan je vertellen? Ik ben er maar zo goed in. Maar goed, 3, 2, 1, go! Dit gaat vast niet goed komen. Wee! Hier ergens? Hier ergens? Nee, ik ga verkeerd. Maar nog even, hier ga ik naar de andere eerst. Whatever. Ik ga echt zo de verkeerde kant op. Peert. Moet ik hebben. Plantjes. Daar! Ik zie hem! Ik heb hem. Katje! Oeh, dat was leuk! Bloemetjes. Volgende. Kom op. Hier ergens. Oh, mijn hemel. Niet naar beneden storten. Ja, hier. Ik heb hem. Wat een leuk gezicht is dat. De laatste. Waar staat hij? Oh, die staat daar ergens. Kom op. Stop! Oké, dan moet ik weer terug. Oh, dan moet ik weer daarheen. Rijd terug naar Pistache. Oké. Oh, dat heb ik toch nog wel redelijk gedaan. Applaus voor jezelf! Oké, waar is Pistache? Daar zit hij. Oké, Pistache, hoe heb ik het gedaan?
yo! En er staat een mooie wedstrijdpaal. Dat was de update. Nou, kan ik woensdag verder met de update van die dag. Want dan weet ik, dat stond in op de website dat je pistache moest helpen. Ik zag een meisje voorbij rennen, zag je daar ook? Vliegensvlug. Oh mijn hemel. Why? Oké. Nou, dan red mij niet anders dan dat ik deze paard goed gesproken. Dit paard even naar huis breng. En dat we verder gaan met de nieuwe missie van woensdag. Ja, we zijn online. Even zitten. Ik hoop dat mijn microfoon het nou wat beter doet. Want in de vorige video van vrijdag stond fix je mic instellingen. Ik heb daarna gekeken. Ik hoop dat hij het goed doet. Ik neem nog steeds op via Bandicam, omdat ik ruzie heb met OBS. Dus daar moet ik nog even naar kijken. Maar we gaan de update doen van vandaag. Het is de woensdag van de update. En zoals jij op het scherm kan zien, moeten we pistache helpen. Ja. Daar gaat Emmy. Ik zit trouwens vandaag op server Hurricane Hill. Ik denk ik ga hier gewoon de update doen. Dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. In welke server je zit, want
stukje van de update. En je kan ook ergens iets kopen. Ja, ik weet het. Weet je, ik ga even hier staan. Dit vind ik een heel mooi plekje. Als het goed is, is het nu weg. Dus het spijt me als je een beetje lichte irritatie hebt opgepakt met deze eerste update vlog. Maar dat is vanaf nu gaat dat goed komen. Ik ben bij de mystieke schatten. Ik vraag me af, toen je die gratis code kreeg van een van de drie van de mystieke. Ik weet niet meer welke. Er waren er 3, 4... Ik weet niet, maar met dit hele verhaal wil ik gewoon zeggen dat ik voor de mystieke had gekozen. Dus ik ga het hier even kijken wat zij heeft. Die squeak! Veertjes. Maar dan moet je eerst geliefd zijn bij de mystieke. Dat ben ik nog niet. Jammer joh. Nee, dat is dan wel weer jammer.
Dit was wel een beetje een stukje update. Zullen we nog tussendoor even iets doen? Is dat leuk? Ja? Oké. Zal ik een ander paard pakken of zal ik met dit paard gaan? Zijn er met thuisstal? Paardenstaart. Dorp. Hallo Isabella. Ik heb dat paardje ook. Maar wat ik dus even wilde zeggen. De update was dus met Pistache. De update was dus met die nieuwe spulletjes. Maar de update was ook de andere locaties van de paardjes. We waren een aantal paardjes kwijt. Weten jullie nog? De Connemara en de Mustang. En die waren wij kwijt. Dus ze is het paardje aan het eten gegeven. Kijk. Ik ben net er lui voor. Daarom heb ik stalhulp. Maar goed, de Connemara's die staan bij Burks boerderij. Zullen we even gaan zoeken daar? Gaan we even kijken of we hem daar kunnen vinden. Kijk uit, Tatjana! Anders ren ik in jou. Burks boerderij, waar ben jij? Dat staat hier. Oh, dat is bovenaan. Goed gedaan. Daar moeten de Connemara's staan. Even kijken, wat nog meer. En ook de Mustangs, zover ik begrijp. De Mustangs en de Connemara moeten bij Burks. Oh, is dat hier? Weet je dat ik af en toe gewoon helemaal vergeet waar Burks boerderij is? Oh, ik ga. Waar? Waar dan? Waar moeten die staan? Hierboven. Ja, kijk! Kijk! Dit zijn de Mustangs, toch? Ja, volgens mij wel, of niet? Jawel, want dit is mijn Mustang. Deze, die heb ik. Ja. En dan staan hier de Connemara's. Ja. Gevonden! Ik vind deze leuk. Wacht even. Oh, dat was niet de bedoeling. Kijk, deze vind ik altijd wel. Maar ik vind altijd net als je deze zo ziet, dan is het net alsof die geschoren is. Nee, ik ga hem niet kopen. Ik ga alleen kijken. Hallo? Ik heb al een Connemara. Die volgens mij, die daarachter... die daarachter staat. Ik vind deze ook leuk. Dat lichte met die donkere met die lichte manen. En deze. Waarom heb ik deze? Ik weet het niet meer. Maar goed, hier staan dus de Connemara's en de Mustang. Even kijken. De Clydesdale, behalve die in Fort Pinta, vind je nu in Dundle. Hiervoor stonden ze in Dundle en de Paddock Eilanden. Ik ben toch in Dundle? Oh, ik weet het al. Ik moet niet even... Wel even een beetje bij de tijd blijven. Dan moeten we even... Nee, ik ga niet rennen. Ik heb echt... Ik ben niet van het rennen. Nee, dan moet je natuurlijk een stationnetje verder. Even kijken. Dundle. Daar. Ik moet wel gewoon blijven opletten natuurlijk. Dan gaan we daar even kijken. En ook de Noord-Zweed. Die moet ook hier ergens staan. In Dundle. Hier dus, denk ik. Ja, kijk, hier staat die Noord-Zweed. De Noord-Zweed. Dit, hè. Deze Noord-Zweed. Deze. Die vind ik zo leuk. En die, met dat witte neusje. Die vind ik ook zo leuk. Ik heb deze, die Palomino. Is ook leuk, die heet Pipi. Maar ik vind eigenlijk die andere twee nog leuker. En wat moet er daar ook staan? De Clydesdale. Clydesdale. Ja, hier zo. Ik heb wel een Clydesdale, maar ik heb de Clydesdale uit Fort Pinta. Ik rijd daar eigenlijk nooit op, maar ik heb hem wel. Dus die hebben we die gezien. Volgens de update moet dus ook de warmbloeden. Oh nee, die stonden eerst in Dundle. Nu vind je ze bij Steve. Ik moet wel even goed lezen wat er staat. Alle fjorden, behalve die, vind je nu in Veeldeel. En hiervoor stonden ze in Dundle. Dus we gaan nog heel even in Veeldeel kijken en bij Steve kijken. Wat? Moeten we daarheen? Dan gaan we nog heel even bij Veeldeel. Want nou hebben we wel de paarden dan weer gevonden. Die we... Oh, hallo. Dank u. Die we kwijt waren. Hier moet dus staan de fjorden. Shires hebben we ook nog niet gezien. Met de overkant, hè? Ja, dan gaan we dat even doen. Wee. Is leuk, hè? En dan moet er dan ook nog wat bij Steve staan. Nou zie ik hier ook staan dat de Shires, die stonden op de Paddock Eilanden, dat weet ik nog wel.
echt super benieuwd wanneer die een update krijgt. Auw, hier! Sorry. Kluns. Kluns! Daar stonden de fjortjes. Ja, hier stonden ze. Kijk nou toch eens even. Oh, en de tinkertjes. Die stonden hier al. Vind ik leuk. Oh ja, daar, kijk eens. Daar staat er één. Die twee lichten. Die grijze en die licht. Ik heb die lichten volgens mij. Maar achteraf vind ik die donkere die hier links staat. Dat vind ik echt een hele leuke. Die heeft echt de kleur van een fjord. Zoals ik vind dat een fjord eruit ziet. Ik zie het hier staan dat de Shires op de Paddock-eilanden, die zijn dus nu verhuisd naar de stal achter het huis van Dorrit. Oh, dat huis van Dorrit. Geen idee waar dat staat, het huis van Dorrit. Waar is dat dan? Weten jullie waar dat huis van Dorrit is? Werkelijk geen idee. Dat kan voor mijn gevoel een heel Jorvik zijn. Weten jullie vast wel. Ik weet het niet. Dus ik ga er ook niet naar zoeken. En twee Jorvik warmbloeden staan nu bij Steve. Dus ik ga nog heel even bij Steve kijken. En kijken welke leuke mensen... Welke leuke mensen ik nog tegenkom hier in Hurricane Hill. Hoe snel doen jullie altijd de update als die klaar is? En hoe benieuwd zijn jullie naar de update van volgende week? Want volgende week komt de Finhorse. Mijn computer lekt een beetje. Geeft niks. Hey. Steve, daar gingen we heen. Oké. Nou, we zijn bij Steve. Oh, die staan te zoenen daar, jongen. Gewoon midden in de paddock, joh. Volgens mij zie ik ze al. Oh, dat zijn die bruine, volgens mij, toch? Deze, ik vind deze. Dit is toch helemaal geen warm bloed. Dit is een warm bloed. Ik dacht, weet je wat? Ik raak altijd in de war met de warm bloed, Jorvik warm bloed en de trakenner. Ik kan er niks aan doen. Toch vind ik deze ook schattig. Ik vind hem wel heel leuk. Ik vind deze ook leuk. Ja. En dat zijn de Vries. Ik heb wel zo'n oude generatie 2 Vries, maar dat was niet mijn ding. Nee. Er zijn al een aantal kinderen online. Het is natuurlijk woensdagmiddag, dus jullie zijn allemaal al een beetje vrij. Dus dat is wel heel erg leuk. Zullen we... mijn paard is level 4. Zullen we nog even een stukje... we gaan de molenrace doen als afsluiting voor vandaag. Is dat een leuk idee? Ik doe ook maar wat. Misschien kan jij een tip geven. Misschien kan je een tip geven als je zoiets hebt van, weet je, als de update bijvoorbeeld niet zo heel erg lang duurt. Dan kan ik natuurlijk wel gewoon iets anders nog even doen. En ik moet hierheen, jongen! Ja. En misschien wil je even in de reacties achterlaten wat je dan leuk vindt. Weet je, anders heb je misschien maar een video van 5 minuten. Piep! Oké. Wil. Hey, Wil. Ik weet niet of jij wil. Maar mijn paard moet even zijn best doen. En let's go. 1, 0. Hey Anaya, Cloudfall. Sorry, ik wilde niet door jou heen lopen. Dat was niet mijn bedoeling. Tiet, tiet. Wee. Kan je daar overheen? Ja, je stoot je voetjes. Sorry. En squeep. Zo. Ik ging duiken, man. En jump. Why? Ja. Blijf ademhalen. We blijven ademhalen. Ja. 1, 2, 3. 6. Nee. Oh god. Ik heb dat al gered. Goed gedaan. Waarom ga ik hem al slingeren? Ja, omdat ik... Oh, hier moet ik doorheen. En ik heb een heel dik paard. Oh.
Welk paard nemen jullie vaak mee voor de champs? Ik had gezien of gehoord, wat is het? Dat de AI. Waarom leggen ze die balen daar neer dan ook? Maar balenmeel. Liggen balenmeel, dat was balen. Even kijken, ik heb een persoonlijk record. Ik geloof er niks van, maar goed. Hallo meisje, ik ga heel even mijn XP ophalen en dan ga ik even tegen jou praten. Jup, de windmolen is gedaan. Wij zijn goed. Oh, wordt er gezegd. Ik ga even hallo terug zeggen. Dat is super aardig. Hoi. Koppatee. Anaya Cloudfall. Oh my god. Anaya heeft ook een van mijn favoriete... Beanie's op. Echt ingewikkelde naam ook. Oh. Kom op. Control, shift. Dan doet hij het wel. Alle... Why, Renate? Why? Waarom? Waarom gebeurt dit allemaal? Oh, ik ben zo blij dat ik je tegenkom. Oh, wat lief. Ik heb de missie gedaan. Level 14. Wow, je bent al ver. Anaya Cloudfall. Cloud, Renate, zeg het even goed. Anaya Cloudfall. Met Flashdale. Mooi paard. Dat is een van de oudere generaties van de Friesjes. Ze is nog niet de missie gedaan, want ze is level 14. Dus dat kan nog niet. Je hebt lekker... een middag vrij nu. Toch? Oh, ze is vakantie. Klaar met proefwerken. Wauw, dat is fijn. Jeetje. Als we nu even lekker rustig gaan doen, dus... Zo, dan heb je echt mazzel als je daar lekker klaar mee bent. En dan heb je ook vast heel hard gewerkt. Weet ik zeker. Weet je, als je die proefwerken achter de rug hebt en je bent daarna klaar. Over het algemeen is dat dan wel fijn als de proefwerken goed zijn gegaan natuurlijk. Ja. Ja, dat is toch fijn dat Star Stable dan eigenlijk is, hè. Dat we gewoon lekker naar beneden... Ligt daar nou kaas? Daar. Waar is mijn muis? Daar. Hier. Is dat kaas? Ik weet het niet. Oh, ze gaat naar de manege. Wat leuk. Jenna, de oudste dochter, die gaat ook naar de manege. Vandaag. Nee, niet met mij. Ze gaat met haar vader. Dat is leuk. Hè? Heel veel kinderen gaan voor mij woensdag paardrijden. Dat is ook echt een leuke dag. En het is mooi weer. Oeh, dat is echt genieten. Ik hoop dat jullie buiten mogen rijden of zo. Lekker in de buitenbak. Het is prachtig weer. Ik ga er weer vandoor. Ik vond het leuk je even tegen te komen. Nou, in deze positie kan ik mooi even deze video een klein beetje afsluiten. Ik vond het hartstikke leuk om deze update video te doen. Nogmaals mijn excuus dat het begin van de video de brom erin zat. Er was iets, een instelling niet goed. Ik vond het een leuke update. Ik vond het best een leuke update. Ik kijk heel erg uit naar de volgende update. Deze update was gedaan in server Hurricane Hill. Vandaag is het woensdag. Vrijdag ga ik nog iets anders doen in Hurricane Hill. Maar dat ga ik niet alleen doen. En daar komt donderdag een TikTok over. Om een uur of drie. Dat wilde ik even zeggen. En volgende week ga ik de... welke server ga ik volgende week de update doen? Ik ga volgende week namelijk naar de Vinhorse kijken. En waarschijnlijk ook eentje kopen. Nou, laten jullie maar weten welke server ik dat kan doen. Of moet doen. Of wil doen. Of ga doen. Even onder in de reacties. Hey, veel plezier met de update. Veel plezier met Star Stable. Veel plezier met elkaar. En ik zie je de volgende keer. Doei!
Ik hoop dat je het een leuke video vond. Vond jij het ook een hele leuke update? Of heb jij iets meegemaakt met deze update? Laat het even weten onderin deze reacties. En dan zie ik jou weer in de volgende video. Doei!